Joe Christian, en dit is de laatste, allerlaatste aflevering van 2021 van Minecraft. Ik heb zin, ik hoop jullie ook. Gaan we lekker spelen. Nou, dames en heren, vorige keer hebben wij een gevangenis gebouwd. Slash time set day. En kijk, dit is nu de wereld. Het wordt wel steeds mooier en groter. Eigenlijk moest dit helemaal gebouwd worden, want we hebben eigenlijk een hele vaste muur gebouwd. Maar ja, het moet even tegen de voorkant komen. Zodat je heel naar buiten kan gaan. Hoepa. En dan moet er even begraven worden. Want dit hele stuk, dit moet helemaal uitgegraven worden. Zodat hier straks aan de onderkant meer spullen inkomen. Die hele grond voor je straks wordt volgestopt met ook helemaal veiligheidsspul, zodat je er eigenlijk niet meer helemaal uit kan. Dus onder de muur wordt alles helemaal veilig gebouwd. Dan hier nou ook weer de laag, want we doen de fik wel weer wat minder nodig. Dus eigenlijk komt hier maar één laag van. En met één laag dan red je het ook al zo. Om niet nog een keer die spinny denkt me, wat doe jij nou weer? En dan spin je, oh die shit. Van af te kunnen verder niet door doen. Ja, dit is een eigen bereik. Dat gaat heel veel verklaren namelijk. En je moet dit hele stuk rondmaken. Zo. Daar word ik in bol tussen gedaan. En dat was toen te klaar dat er niks meer opkwam. Dus die hoefde eigenlijk helemaal niks meer gedaan te worden. Maar er zit bijna geen enkel mogelijkheid om te ontsnappen uit deze gevangenis. Want er zit gewoon geen muur meer tussen, jongens. Tenminste, er zit wel een muur ook wel tussen. Maar door die muur kom ik de andere heen. Als je eenmaal in zit, dan kom je er niet meer uit. Ja, dan moet ik straks nog de inrichting doen. En waarschijnlijk wordt dat wel in 2022 gedaan. Nee. Ook dus dat gaat anders wat erin gaat zitten. En dat was eigenlijk de bedoeling dat het niet naar buiten kwam. Ik kan gewoon straks even de gevangenis rondlopen.
En dat is mooi, dat de hele gevangenis rond kan, want dan... nog wel, straks niet meer. Maar je moet ik oppassen ook met ondergrond. En ook wel het juiste aantal aarde en zo wordt gelegd. Nou, dames en heren, eigenlijk denk ik dat ik er straks wel in ben. Maar dit is volgens mij als goed de laatste kamp. En als goed is moet dat betekenen dat de betekent... Holy shit. Daar ben ik ook gewoon bijna doorheen. Zag sluit ik mezelf op ongeluk op. Nou. Weet je wat? Ja! We zijn doorheen. We zijn open. Schijnbaar is hij niet helemaal goed gegaan. Wacht, dit is gewoon ons stukje muur. Oh, kan je de buizen een stuk muur gepakt? Of nee, boeien. Ik stel voor dat we dan gaan beginnen met bouwen. En dat we dan hier beginnen te doen. En dan gewoon overal. En er moet geen één steentje worden overgeslagen, want één steen weg betekent dat gelijk alles kan gebombardeerd worden. En dan dus er zitten vluchtgevaarlijke mensen in. Je ziet het zo'n amper ook door het donker. En dat is ook de bedoeling dat door die tunnels dat het daar best wel donker wordt. Hij kan wel bommen opblazen, maar het ergste wat er gebeurt is dat je in de gevangenis mee opblaast. Nou, ja, dan heb je je anderen mee en jezelf. Want dan heb je geen... Dan moet je gewoon buiten staan. Ja, er is gewoon bijna geen zwakke plek. In deze gevangenis heb ik nu zo erg goed ingesteld. Nou, ik zit vooral... Nou. We gaan van dit hele grote stuk ook de onderkant even fixen. En daarna is eigenlijk zijn we qua veiligheid klaar. Dus dat is positief, want dat betekent gewoon dat
Dat er, tenminste, dat er eigenlijk dat we nu gewoon met de verbouwing van de gevangenis kunnen gaan beginnen straks. Ik heb wel het goede blok, straks moet ik alles weer opnieuw doen. Eigenlijk was het ook gewoon een goede optie om te kijken hoeveel metro jij niet. Goed, niet dat hij ook onder de gevangenis. Er mag hier ook geen metroleiding onder. Dat kan ook. Er mag hier echt helemaal geen eens een leiding onder zelfs. Onder ook wegens veiligheid. Zo, wat een lang stuk is dit weer. Hoppa! Er mag geen één gat hier tussen zitten. Want anders betekent het gelijk dat alles verpest is en dat willen we ook weer niet. Ja, dat is. En er moet ook gewoon gekeken worden naar eten en drinken en zo. Even kijken hoe dit precies zit, want ik weet niet. Oké, ik ben bijna klaar met deze hele gangstelsel. Het mocht ook wel een keer tijd worden, want ik. Dus de beveiliging van de gevangenis is bijna afgelopen. En dat betekent gewoon dat de gevangenis gewoon bijna open kan. Kijk, hoppa, er was weer een stukje dat mensen nog niet. Ja, waarschijnlijk nog wat ongemerkt stukjes overgeslagen. Nou ja, dat is gewoon heel even het probleem. Maar ja, dat weet je ook niet van tevoren. Ja, waarschijnlijk ga ik de grond nog een keer openhalen. Omdat ik onderin ook nog wel gevangenen wil hebben. Het klinkt als een onweer. Bij. Ja, dit moet trouwens even open blijven. Graag. Wat? Oh. Dit is gewoon een klein stukje waar per ongeluk. Nou, dat ik al was. Zo, zet me af. Je komt gewoon niet meer uit deze gevangenis. Dat is mooi, want dat betekent dat ik nu ook dit helemaal kan was. Dan gaan we verder met de orde van de dag. Zo.
komt er niet meer uit. Nu moet het dak worden gedaan. En daarna gaan we het licht en de ruimtes doen. Dit wordt wel een heel groot werk, sowieso wel. Waarschijnlijk komt er pas over 2 weken. Oh, dat is misschien een beetje het verkeerde blok. In ieder geval, we kunnen ervoor zeggen dat de gevangenis nu helemaal veilig is. Dus dat is positief. Want dat betekent dat er ook gewoon geen gevangenen meer naar buiten kunnen. En ja, de zombies die nu al vastzitten, die blijven al vastzitten. Ja, die komen gewoon net ook in. Ik weet niet hoe die mensen erin komen, maar ze zijn gewoon gelijk het dak opgeklommen. En dit is het concept om hier niet het dak op te klimmen, juist straks. Hij kan misschien wel straks een raampje. Ja. Maar het is juist de bedoeling dat je van buiten de zombies niet hoort. Want dan komt hij nog wel wat meer in. Want anders moet je hem nog beter beveiligen. En daar had ik niet heel veel zin in. Volledig isoleren. Ja, die spinnen die klimmen er gewoon over. En dat is. En ja, die zombies die hebben totaal geen contact met de buitenwereld. Ook niet met die spinnen. Dat zijn niks. Het is wel zo dat dit wel net weer groot is. Die pas je net in. Dat is ook veiligheid. Misschien moeten we nu nog hoger. Dat zien we dan wel. De muur is gewoon niet lager dan dit. En het is in ieder geval klaar. Mocht ik nog een verdieping erop bouwen, dan moet ik niet. Want wegens de veiligheid wil ik de muur dan wel gewoon hoger hebben. En als die nu gewoon hoog is, of hoe hoger, hoe beter, vind ik. Je kan er een 10 minuten in aansmaken, maar dat krijg ik niet. Ik ga het horen, maar ik heb hier niks aan. Ik moet alleen nog even kijken hoe mensen zoals ik naar binnen komen. Ik denk ook via een geheim huik, maar dat is er even een twijfel van. Want dit is wel echt zo beveiligd. Dat er ook weer. Maar die jongens lopen al snel pas overal doorheen hoor. Oh nee, wacht. Ik denk gewoon aan de deur. Niet de buurt met die dingen kapot gaan. Nou, als de spin op het plafond graag wil blijven zitten, dan mag dat voor mij. Dat heeft mij geen kwaad meegemaakt. Die komen niet naar buiten straks. Dan moet ik eigenlijk gewoon weer dag maken als dit hele ding is, dicht is.
Hier vind ik gewoon het daglicht te zien. Oh, maar ja. En voordeels, de muur wordt, tenminste het gebouw wordt steeds kleiner nu. Het is de bedoeling dat je straks die dieren niet, of die monsters niet meer hoort. Want die dingen die er zo vervallen, die moet je eigenlijk niet meer kunnen horen straks. Ja, het is bijna helemaal dicht, dus dan kun je bijna nog denk ik straks niet met de buitenwereld hebben. Ik weet niet hoe die dingen hieronder komen. Ik wil even zien, die springen wel heel vaak, die slime dingen. Want het gebied wordt wel steeds kleiner. Oh, ik vind dat zo lekker. Ik vind dit, ik denk dat je niet heel vaak komt, hoor. Achter deze muren. Het moet wel gewoon veilig blijven. Maar ik vind het een beetje eng, hè. Holy shit, er loopt zelfs spin op het dak. Ik vind het een hele bijzondere plaats, denk ik, ja, dit dier, of vooral de dieren. Ik krijg hier echt, ik zit hier echt met de kippenvel. Holy shit, ik kan hier echt niet tegen. Zo, ja, je kan me dingen weer niet op mijn leven aan kunnen zo. Ik kan hier op te komen. Bijna geen ontsnapping meer mogelijk uit dit ding. Ja, tenminste als hij dicht is. Die andere dingen die maar lekker wat te willen, ik heb er geen, toch geen last van. En als ik er geen last van heb, dan moet ik me ook gewoon echt vrij weinig.
Kijk, je hebt al wat. Bijna dicht. Het plafond, dus dat betekent dat er ook bijna geen regen meer doorheen kan. Zo. Slash time. Ik ben rond nog. Nou, dit is wel heel goed. Hier kom je niet meer doorheen, jongens. De gevangenen zijn eigenlijk een soort van op. Ja, het is weer buiten, dan ga je dood. Als het in één keer dicht wordt. Ik kan even kijken hoe je het. Ja, je moet wel heel goed luisteren als je iets hoort. Ik dacht dat je heel even de zombie hoorde. Maar je hebt heel veel spinnen hier rondgelopen. Ja, je hebt hier wel wat voor, ja. Ja, misschien moet het nog iets beter om dat veilig te maken. Maar daar gaan we nog even naar kijken. Want ik denk dat het vanaf het plafond dan moet. Ik heb wel mijn zwembad gemaakt. Bovenop best wel een goed veilige gevangenis en zwembad. Nou. Hoe we dat gaan zien, dat zie je volgend jaar. Over 2 weken eigenlijk is het dan, maar tot volgend jaar zou ik zeggen. De laatste aflevering van 2021 bedoel ik van Minecraft. I'm driving home for Christmas. Vond je deze aflevering, de laatste aflevering van Minecraft 2021, zo leuk mogelijk? Dus voor mijn blauwe duimpjes omhoog. Dank jullie wel allemaal in 2021. Volgend jaar gaan we harder knallen. Er komen natuurlijk nog wel video's aan in 2021 nu nog. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer, like, druk op belletje. Laat een leuke reactie achter. Volg mij op Instagram, Chris Officieel. En zeg tot de volgende aflevering. Later. Oh, I can't wait to see those faces.